Lekker hoor. Hey mensen, top dat jullie kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Hupsa. Zo, gauw weer dicht. Hey, we zijn al lekker bezig. Kijk eens wie er zijn. Hey. Jordan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. En Robin. Goedemorgen. Ja, weer van de partij. We hebben al een plan gemaakt hoor. We zijn hiermee aan de slag. We gaan hier het een en ander wat ruimte maken. We gaan de stelling verplaatsen. Ja. Naar hier. Naar hier. Ja. Dat is beter. We gaan hier meer magazijn van maken. We gaan ook die kleine pelletstellentjes gaan we straks hier naar de voorkant zetten. Ja, ik zeg wel straks, maar niet straks. Maar we gaan in ieder geval beginnen met pelletstelling. Wow! Oh, en toen was ze licht. Ja. Waarom hadden we die meteen gedaan? Nou, we gaan dadelijk de camper ook naar buiten rijden in elk geval. Mensen vroegen daar, zei, wat is dat voor camper? Ja, dat is gewoon een camper. Dat is om op vakantie te gaan, snap je? Dus, we hebben er al een keer een video over gemaakt, hè? Ja, klopt. Dan ga je daar zo boven op je camper zitten met een bak bier naast je. Ja. En dan moet je mensen toeroepen. Ja. En dan als er dan iemand nieuw. Dat vinden de jongens leuk. Ze hebben het er al heel tijd over. Ze willen krabben vangen en ze willen in het zwembad. 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 Ja. Oké, okay, laten we aan de slag. We gaan aan de slag. Deze gaan we er ook uithalen, hè? Woehoe, zie dat. Dit is de ding, mensen zeiden het al. Die moeten we gaan opruimen. Nou, dat komt goed uit, want we gaan dadelijk dus scampen naar buiten. Dus dan is het één keer deze daar en dan kan deze ook naar buiten. Dan moeten we eigenlijk even kijken, daar even een stoel erin, tie-rippen en zo. En dan... Ik wil een borrelbal in rijden. Dan gaan we. Ja, dan wou jij, hè? Ik wil wel vies worden. Laten we proberen. Nou, liever jij dan ik. Hij zou het moeten doen. We hebben er toen destijds ook een keer mee gereden. Hij heeft wel hele grote wielen, hè. Deze motor heeft toen een keer op hol geslagen. Ja. Ja, maar dat hebben we dan ook weer gemaakt. Maar misschien dat hij nu wel weer op hol slaat. Dat is niet zeker. Ja, dan kijken we of hij het doet en dan kijken we wat we er dan mee gaan doen. Of dat we hem dan, misschien dat iemand hem wel wil. Misschien zegt iemand, hey, vind ik een vet ding. En ik ga verder grote voorwielen erop bouwen en een brute crossburger gaan bouwen. Het is wel een ruig ding. Maar we hebben hem al heel lang en we doen er eigenlijk niks meer mee. Dus wat dat betreft kan hij maar net zo goed weg zijn. Denk ik dan. Oké, okay, laten we gauw gaan beginnen. Hey. Hilux. Hilux spulletjes allemaal, hè. Mensen zeggen, maar hoe zit het met de Hilux? Ik zie dat vaak voorbij komen. Ja, het chassis is gewoon bij de stralerij, hè. Daar komt gewoon binnenkort helemaal gespoten en zo terug. En dan zet hem hier in de hoek, bij de rest. Niet echt natuurlijk. Dan gaan we wachten totdat hij zichzelf... Nee, kletskoek. Nou ja, dan gaan we hem assembleren. Dan gaan we hem in elkaar zetten. Dat wordt ook leuk. Er zijn best veel mensen die op zitten te wachten. Ik ben ook erg benieuwd, want we hebben ook die verhogingsset en zo, hè. Dat was toen best wel een aardige investering, zullen we maar zeggen. Ik ben echt super benieuwd hoe het ding straks eruit ziet en hoe hoog dat die wordt. We hebben echt van die grote banden ervoor ook nog. Ja, vet. Die zaten op die bomenwagen. Die komen dan hieronder. Oké, okay, let's go. Goed. Nou, ik ga even de vloer vrijmaken en dan kunnen die pallets eruit. Kunnen we dadelijk de dingen gaan demonteren. Er staan ook een boel pallets in die niet per se weer terug hoeven ook. Staat onder andere daar staat een pallet vol met Kubota onderdelen. Ik denk dat we dat gewoon eens moeten kijken of we daar nog wel iemand voor kunnen vinden. En anders dan pleur ik het weg, denk ik. Daar zo staan ook nog twee cilinder benzinemotoren op de pallet. Ook weg. Hier staan nog een aantal benzinemotoren op de pallet. Ook weg. Behalve deze, denk ik dan. Dat zijn van die Amerikaanse legeraggregaatjes. Aangezien we toch een beetje in het legermateriaal allemaal aan de slag zijn. Dus dat is misschien wel goed om wel bij te houden. Oké. Okay. Goed, laten we leeg trekken. Oké. Kijken of dat de camper eruit wil. Dat tegen het eind van de vakantie weet ik altijd welk sleuteltje waarbij hoort. Maar ja, je ziet dat het even geleden is nou weer. Er staan nummertjes op, maar dan had ik een andere sleutelbos moeten pakken. Zo, dit is hem. Even kijken. Zo. De vakantie is alweer een tijd geleden. Kijk. Hij is weer allemaal aan het zoeken. Ja, precies zo.
Hoppa! Ha! Die dan maar staan in een moderne auto met alle elektronica erin. Denk me niet dat die het nog doet na zo'n tijd, hoor. Ja, ja, ik heb daar een V12 38,8 liter in gebouwd, hè. Daar rookt hij een beetje, maar... Wat een ruimte. En één keer. Ja, dat is goed. Dit was dat geluid waar jullie van schrokken, hè. Ja, dat was niet meer. Die ton die lag hier zo achterop, die lag tegen de achterkant van de camper. Dus die viel naar beneden. Dat was het. Ja, wat we vandaag gaan doen is dit hele mooie schommelsysteem gaan we helemaal klein maken. En dan gaat hij in de ijzerbak. Lekker man. Ja man. Hey, een van de eerste pallets eruit die we gaan opruimen. Kijk. Oh, twee schitterende tweecilinder motortjes met kickstarter. Wow. En speciale ontsteking dat die gewoon overal door de modder heen kan en zo. Ja, dat is mooi hè. Ja, dit is, deze heeft al een kapotte carburateur daar. Die is afgebroken. Je mag de pret niet drukken. Je kan gelijk een grotere carburateur opzetten. Een beetje harder. Ja, wat zijn het voor motortjes? Even kijken. Een Ulyanovets. UD2T uit 1968. Oeh. Ja, gemaakt bij de USSR. Degelijk. Hey, en kijk, dit is grappig. Dit vonden we erbij. Dus blijf hier. Kijk hier dan, degelijk. Dit zat blijkbaar op de palletbox waar ze in zaten, misschien wel. Packing list. Hier staat ook packing list, maar dan in het Russisch, denk ik. Even kijken. Hier, ja. Wow. Kijk even dan. Perkamentje. Zou het ook uit 1962 komen? Zo, hier. Geen idee. Wat staat hier allemaal op, joh? Uit 1984. Zie je dat? Nou, dit hoort in ieder geval hier niet bij. Want hier staat een radiator. 137, 138. Ja, 74 kilo. Unit 137, 138 pieces. Oké. Okay. Hangelsberg. Packing list. Dat was te denken. Hey, we gaan een bakje koffie doen. Dit vind ik leuk. Special delivery. Ja, als het goed is, zit hier de nieuwe stroomschakelaar in. Daar is hem. Kun je hem erop zetten en kun je kijken of hij het weer doet. Dat zou er goed uitkomen, want dan kunnen we dat ding ook aan de kant draaien. En als je het doet, kun je hem zelfs gebruiken om de stelling te demonteren misschien wel. Hey. Dat zou nog eens handig zijn, hè? Hey, wil jij hem erop knutselen? Dat gaan we gewoon doen. Ja, mooi. Ja, dan sta ik deze erop en dan dat stekkertje vervangen en dan doet hij het misschien wel weer. Nou, die komen ook niet tegen elkaar daar. Ik zal hem gewoon eens even erop zetten. Best leeg, dan nog niet. Dat was het. Ha! Woehoe! Yeah!
Het doet gewoon weer. Het was gewoon de hoofdstroomschakelaar aan de stekkertje dus. Ja. Man. Nou, bedankt hè Robin weer. Dat is mooi. Geweldig. Ja, dan kunnen we weer gaan tegen elkaar zetten. En dan kunnen we ook gebruiken om de stelling te demonteren. Wat een feest. Dan kunnen we de stelling daarmee afbreken en dadelijk ook weer mee opbouwen. Dat is echt goed. Ja. Misschien alleen aan het stekkertje. Ja. Schakelen. Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat was het stekkertje was niet goed en die hoofdschakelaar. Ja. Maar je weet weer, en dat is het belangrijkste. Zo, ja geweldig. Laat ik tijdens de pauze even opladen, dan is het helemaal vol. Zet hem de lader even schoonmaken misschien. Kunnen we die kappen er ook, kunnen we er ook weer op gaan zetten. Oh, tja. Ja, lekker boterhammetje gegeten. Kunnen stellingen gaan demonteren daar. Kunnen we daar weer gaan opbouwen. Lekker man. En dan moesten ook nog stoeltjes. Ja, ik was even kijken naar de lens die vuil was. Ja, we hebben daar een kuipstoel daarboven. Ik krijg via dit tank. Ja, zo en zo. Oh, daar staat hij, ja. Wacht. Check. Ja, dat kan. Ja, dat gaat achter. Zo. Ja, kijk. Zo. Hoogwerken staan weer in elkaar. Ja, we moeten een keer wassen misschien, maar niet met te veel water, want doet hij daar niet meer. Hey, we kunnen stellingen aan elkaar gaan pakken. Mooi. Gedemonteerd. Kunnen we aan de andere kant opbouwen, kunnen we voltassen. Die weer recht zetten. Ja, we moeten even een stoel erin bedenken. We hebben een stoel. Zou die wel passen met die stang van die koppeling gebruik maken? Ja, degelijk hè. Gewoon koppelingstang. Ja. Dat blijft gewoon werken. Brandstoffilter. Alles kapot krijgen. Nou, dat niet, maar. Hij. Even kijken. Het aan je, oh joh, er zit helemaal geen brandstoffilter meer tussen. Dat is het dus. Oké. Okay. Right. Water. Dus dan moeten we zo en zo die tank. We hebben een andere diesel nodig. Ja, of een voorzichtig leeggieten. Diesel van het water eraf gieten en dan de water wegkappen. Dat kan natuurlijk ook. Nou, we gaan kijken of die iets doet dan, hè? Ik denk dat je die moet omdraaien, want die kabel is niet zo heel lang. Dan moet de accu andersom staan. Ja. Nee, deze die haalt hij denk ik niet. Nee. Nee. We gaan hem gewoon lekker starten. Kijken of die überhaupt nog draait, kijken of dat hij op hol staat. Kijken wat hij doet. Ja, dat klopt. Dit is om maar aan te zetten. Dat is voor de brandstofpomp. Zo, hij staat vrij, hè? Toch? Hoe starten we dat ding ook weer? Hier met een draadje waarschijnlijk. Ik denk met dit draadje. Zomaar een gokje. Kijken. Dat hoop ik wel, anders rijdt een camper aan. Hij staat vrij. Oh, hij doet wel iets. Hij wilt wel. Hoe ver zit deze in die brandstof? Is dit een aanzuiger of is dit... Want als hij vol met water zit dadelijk dan... Start hij sowieso niet meer. Zo. Is het, water dat is. En geen filter of zo dus. Oei, de hele slang is daar.
Alle zut gaat gelijk. We doen hem net zo'n beetje eronder, zo, niet te veel. Moet ik hem anders zo vast houden? Ja, dat hij niet te diep gaat. Even kijken, hadden we hier nog iets van de pomp? Nee, zeker, er zit. Ik ga hem eens rondgooien. Kijk, ja, komt bij de uitlaat. Goeie. Ja, er komen rookpluimpjes uit, volgens mij. Ja, dan maar de teken. Oh, zo komt ie. Moet eigenlijk gewoon nog meer gloeien. Nog meer? Ja, hij doet het al. We hebben geen start lopen. Dan kan ik hem niet gewoon erop zetten zo. Aan de tegenaan blijven drukken. Komt ie. Ja. Lopen. Turbo, turbo! Ha! Lekker toch? Leuk hè? Hij loopt dus netjes zo. Dat loopt heel goed. Mooi. Goed zo! Ja, hallo. Klaar, plop. Mooi! Ja, dat werkt. God, dat is best een goed motortje wel hè? Turbo, 1700 geloof ik is het. Ja, komt uit een Opel Astra, maar eigenlijk is het een Isuzu motor. Dat is het. Hij staat echt helemaal daar. Dat was een knal. Ja. Hey! Hij is vrij. Ik ga hem eraf rijden, want anders dan zie ik daar kan vlog vast. Kijk eens. Nou, nou heb ik een paar meer plaatsen ertussen, anders dan kan het niet. Dan kijk je daar ook naast. Nee, dat gaat goed. Kijk ja, maar, daar haalt hij wel zo. Ja, doe maar. Nee, je gaat vastzetten. Nee hoor. Ja, deze ja kant misschien net wel, anders ik til hem wel op met de heftruck achter. Ja, rijden. Ja, ga rijden. Ja, dat doe ik. Ja, is binnen. Heel rustig. Ja. Hij zag hem nog niet weg. Haha, grapje. Ja, kijk, dan hebben we hier een paar lagere vakken. Dan hebben we een paar vakjes extra. Dat is handig, want hier hebben we namelijk nog niet zoveel last van die goot. Zie je dat? Die staat dan aan het midden, staat groot te tobben. Dan ben je de hele tijd een hertje in die goot aan het draaien en zo. Deze moeten we gewoon binnenkort een keer uitbreken, dat middenstuk. En daar gewoon nieuw beton in starten. Dat gelijk is met de rest van de vloer. Dan is dat opgelost. Maar ja, voor nu is dit wel handig zo. Even kijken. Oh, wacht. Ja, dat wel. Kijk, het beton is daar hoog zo. Hetzelfde. Lijkt er wel op. Ja. Ja? Alleen daar zit die ingestort. Het verdekent heel erg met de schuine. Ja. Volgens mij moet hij eentje. Het was ook altijd zit erin hier, hè? Nee. We'll be right back.
Lekker bakje koffie. We gaan even een pakje koffie doen. Ja, kijk dan, hij staat alweer helemaal. Ja, daar mis je nou een aantal liggers. We moeten even een paar bij fixen. Dan kunnen we hier ook een paar lagen extra maken. Ja, dit moet er gewoon uitgebomd worden. Precies dit strookje. En dan gewoon even een keer een laagje beton aansmeren. En dan is het gewoon vlak. Dan zitten we hier niet meer te toppen met die opstapjes allemaal. Mooi man. Koffie drinken. Ja, dat zei ik toch? Ja. Kom dan. Even kijken. Je kunt ook naar de muur kijken, je ziet het eigenlijk beter, denk ik. Hij moet toch iets hoger, geloof ik. Lijkt het wel. We kunnen ook nog een laserwapen vastzetten. Maar ja, ik denk als we gewoon kijken naar de muur, dan waar ik kan goed staan. Ik zal mijn zeetje tussen leggen. Ja, zo. Yes, wel. Goed zo. Nou, perfect. Ja, deze die. Ja, er moeten gewoon een paar liggers bij nog. Ja, goed, prima. Dat is goed. Nou, we kunnen in ieder geval hier een boel in gaan zetten. Een beetje vals, want er buiten staan allemaal nog dingen. Hè? Hier, dit. Oh, kijk, kijk, kijk. Oh. Ja. Dat ga ik allemaal te koop aanbieden. Die ook. Dit moet je sowieso uitzoeken. Tandhoekkastje blijft wel bewaard. Die ook. Dit ga ik wegdoen. Dat ga ik wegdoen. Dat zijn granadespullen. Daar uitzoeken, daar ook weg. Hey, ja, LT50 quad onderdelen, een hele berg, hè. Ja, dat is leuk, daar is vast niemand voor te vinden ook. Ja, mooi. Een boel opgeruimd, en dat is goed ook, want hier willen we toch binnenkort een brug gaan realiseren, hè? Daar zo, daar achter. Dat is eigenlijk de bedoeling, hè. Zullen we hier wat meer ruimte krijgen en ja, dat stelling wat daar staat, dat gaan we dus ook nog verplaatsen. We kunnen hier echt gewoon wat voertuigen neerzetten en werkplaatsen hebben, dat het ook meer een open ruimte wordt. Dat is een goede zaak, denk ik. Mooi! Hey, maar het is genoeg voor vandaag, want het is alweer 5 uur geweest. Dus ik zou zeggen, ja, allemaal hartstikke bedankt voor de assistentie natuurlijk. Ja, nou, graag gedaan, hè. En jij zat te wijzen. Ik heb het niks gedaan hier. Hoe niet? Wel, ja, je hebt de edit gedaan. Ja. Ik heb de edit gedaan. Ja, daarom. En als schoolwerk. Ook al. Mogen beide nog, hè, als schoolwerk. Mogen, laatste dag. Oh! Godverdikke, ja. En heb je stage gehaald, Rijn? Nog even een paar dingen met Ivo bespreken, maar ik verwacht dat ik hem ga halen. Nou, dan is het goed, hè? Nou, is het goed, inderdaad. Dat denk ik wel. Hartstikke bedankt allemaal. Hey, mensen en jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Houdoe.